En Floor die gaat naar muziekles. Ze voelt het niet erg als ik het zo film. Dus. Ja, ik zeg dat de schoentjes zijn gehuld. En ga naar de bar. Is dat voor jou? Daar ben ik. Ben jij daar? Ja. Jullie kijken naar onze vlog van vandaag en wat gaan wij doen? Hey Lien, iets heel spannends voor jou, iets heel leuks. Leuk? Ja, het is toch heel leuk? Nee. Oh, wat ga je doen dan? Een prik. Ja, ze moet een prikje. Een prik. Ja. Ja, ik weet niet hoe dat heet. Lees naar voren, Dave. Ja, dat staat hier. Baarmoederhalskanker, denk ik. Ja. Zou kunnen, ik weet het echt niet, maar ik heb het al een keer gedaan, toen had ik super veel last van. Ja, daar heb ik last van. Maar weet je waar je veel meer last van hebt? Als je baarmoederhalskanker krijgt. Dat is veel erger. Dat is waar. Ja. Hey, dus dan kun je beter twee keer in je leven een prikje nemen. Ik pijn tijdens het prik. En de kans, heel heel grote kans. Vorige keer voelde ik het echt zo door aan. Weet jij niet meer dat je wel eens een prikje gehad hebt? Je hebt ook zo vaak een prikje gehad. En Floor die gaat naar muziekles. Dus dit is even een combi-ritje voor mij. Floor bij de muziekles af, rijden we door naar Roosendaal voor de prik. Rijden we weer terug voor Floor op te halen. Dus daar gaan we weer. Nee. We gaan. Zie jij het erg als ik het vlog? Nee hoor. Ik denk dat je op het knopje moet drukken. Dat je hier niet in kan. Oh nee, daar kunnen we niet in. Nee, we moeten omlopen. We moeten daarheen. Wat wel goed eigenlijk hoor. Waar ga je, Eline? Ja, ik heb gevraagd of ze het goed vond. Dat ik, maar ik ben nou lekker aan het afleiden, hè? Ja, al gedaan. Dus nou wil je wel afgeleid. Slim, hè? Ze vond het niet erg als ik het zo film. Dus. Nou, hup, dankjewel. Houdoe. En? Ja, je voelt het wel. Tenminste. Even samen zo. Als die prik erin gaat, je voelt de prik wel. Als die erin gaat, maar het doet niet echt pijn. Maar als het dan zo weer in... Je voelt het wel echt zo lopen. Ik wil je wel lekker afleiden, hè? Je hebt die vloeistof, hè? Ja, dat voel je echt lopen. Ja, je loopt nou ook. Maar vorig jaar had ik echt zoveel last ervan. Ja, dat komt nog. Ja, toen kon ik echt niet meer bewegen. Toen had ik geen, nou, ik kon echt niet bewegen. Nou, ik vind het goed gedaan, hè? Oh, het regent weer. Ja, dan gaan we snel een vlogje halen. Home sweet home. Hoe voelt het nu, Eline? Nog niks. Goed. Hallo. Nou, opa en oma zijn weer goed aan het zorgen. En hoe ging jouw klarinetles, Floor? Goed. Ja? Zei de juffrouw? Goed gedaan. Ja. Ja? En er was nog iets op school? Je zag iets? Ja, ik zag dat de schoentjes zijn gehuld. Maar jullie hadden toch eergisteren jullie schoen gezet? Nee, maar gisteren? Niet iedereen. Nou, zat je vanochtend niks in je schoen op school? Mijn oude. Nee? Waarom niet? Weet niet. Zei ze niet waarom niet? Junior. Ja, Junior is weer aan het vegen. Ben je aan het schoonmaken, Junior? Ja. Dat vind je leuk om te doen, hè? Dat is goed als je later bakker wil worden, moet je goed kunnen vegen. De bakkerij moet je ook vaak vegen. Mijn stofzuigen. Helpen, hè? Ja, dat is de stofzuiger. Ja. En zo gaat dat de hele dag. Ja. Papa, ik heb een speurtocht voor je. Ja, jij hebt een speurtocht voor mij gemaakt. Want jij was ze met Nout aan het doen. En toen vroeg jij me... Ik wilde ook wel zo'n speurtocht. Maar waar moet ik dan beginnen? En hier. Oh, ja. Moet wel mijn vieze katten zijn. Maakt het uit? Nee. Moet wel heel lang. Wat? Moet wel eerst dan weer ergens hier. Moet ik hier blijven? Nee, eerst moet je hier beginnen. Je moet even zeggen waar ik moet beginnen. Oh. Nou, dat is een blauw briefje. Dat is gaaf. Allemaal. Oh, hier staat iets geschreven. We gaan naar de wc. Ah. Dan moet je naar deze. Oh, naar die wc. Want daar ligt de wc. Maar ik hoef helemaal niet naar de wc. Ja, maar daar ligt een kaartje met...
Jij, dat is goed. Ja, oh. Van wie? Van een kat. Oh, kijk. Hier is een blauw briefje. En dan staat er op, ga naar de gamekamer. Oké, die weet ik wel te vinden. Goed dan. Het is best wel moeilijk. Oh, en dan moet ik hier het blauwe briefje weer zoeken. Ja. En ergens heb ik ook een... Ja. Ik zie hem al gelijk liggen, kijk. Oh. Nee, dat is de verkeerde. Daar staat de naam op. Wow. Dus hier moet een blauw briefje liggen? Ja. Ik zie hem helemaal niet. Ik zie hem moeilijk. Oh, daar is het dan. Kijk dan. Ja. En hier is het wel heel donker, dus ik kan hem hier niet zo goed lezen. Ga naar het kinderkantoor. Dan krijgen de mensen gewoon nog een home tour. Nou, gaan we samen naar het kinderkantoor. Moeten we weer hierheen? We lopen allemaal heen en weer, hè? Ja. Is het een beetje netjes in het kinderkantoor of is het een rommel? Oh, het is wel netjes. Allemaal blauwe papiertjes. Nee. Goed voor mij. Hey, ja, gevonden al. Dat is snel, hè? Ja. En hier staat... Ga naar de keuken! Ik weet niet meer waar ik heb gelegd. In de keuken? Ja, ik weet niet meer waar ik hem in de keuken heb gelegd. Oh-oh. Ja, ik moet toch ook zoeken? Maakt dat niet uit. Oh, ja. Ik weet niet meer waar ik hem in de keuken heb gelegd. Wie weet dat wel? Ja, ik zie hem al. Ga naar de bar. Kom ik net vandaan. En daar ligt een cadeau. Oh, ligt daar een cadeau? Dat ben ik dat wel benieuwd wat voor cadeau dat het is. Dat vind jij wel heel leuk. En wie heeft dat cadeau gekocht? Nee. Wie heeft dat cadeau gekocht? Niemand, hij had het gewoon in mijn kamer liggen. In je kamer? Genie. Kijk eens over. Oh, waar moet ik kijken? Oh, is dat, oh, dat is het cadeau. Had jij dit op jou? Oh, wauw. Dat is een leuk cadeau. En ook nog. Had jij dat op jij... Oh, dan kan ik hem openmaken. En jouw kamer is wel koud. Voel maar. Het is heel koud, jouw kamer is wel koud. Oh. Ah, dat is een sigaar uit eigen doos, noemen ze dat. Waarom wil jij hem niet meer? Dat is een gezegde. Nee, ik ga hem nou niet opdrinken. Maar ik vind hem wel heel lief van jou. Ik vond het een hele leuke speurtocht. Oké. Okay, heel leuk gemaakt. Helpen met leggen. Wie heeft jou geholpen met de speurtocht maken? Dagmar, had jij alles geschreven? Ja. Alleen één ding had oma geschreven, maar daar had ik per ongeluk niks gelegd. Oh. Nou, vond het leuk gedaan. Nou, die heb ik ook al weggedaan. Oh. Want anders was het bij jou nog mis. Ja. En Junior zit met katspeeltjes, zie je dat? Nou. Ja, een poes. Ze weten niet dat ik aan het opnemen ben, maar een paar die zien het nu. Die mag even echt door, hè? Ja, ik wel. Oh, nou is ze beginnen het allemaal in de gaten te krijgen. Wat zijn met die camera? Sst. Sst. Kan je een doekje pakken? Ja. Heb je dit gezien? Het is wel een metamorfose, hè? Ja. Hé, dat is, de links is de haar eerst en... Oh, nee. Is dat voor jou? Daar ben ik. Ben jij daar? Ja. Kijk. En dan zet ze het op Insta? Ja. Oh. Had je dat goed gekeurd? Ja, goed gedragen. Je ziet er niet dat ik ben. Nee. Mama, kijk eens. Ik sta net stiekem te filmen. Ja, dat weet ik.
Oh ja, ja. Nou weet iedereen. Kijk, dit was bijna haar. Ik denk dat is wel een lekker ding. Nou, kids, open oma, dag maar, sissy. Wij gaan lekker eten. Weet je hoe het was? Toen ik eraan kwam en moest naar buiten ging. Mooi, heel mooi. Snap ik, hè? Ja. Sta je gewoon op Insta? Ja? Hè? Dat is vaak toch? Mogen we dat doen? Ja. Jongens, meisjes, wij gaan lekker uit eten. Tot morgen. Weten we nog niet. Ik denk iets Thais. Allemaal bedankt voor kijken naar deze vlog van vandaag. Morgen om 4 uur zijn we er weer. Allemaal duimpje omhoog. Abonneer op ons kanaal. En vergeet niet op het belletje te klikken. Houdoe. Nout, jouw band is niet meer zo goed, hè? Ga even jouw fiets checken. Broodje gezond en broodje kip. Ik ben van kader naar MAVO en naar HAVO gegaan.